was voor mij op veel punten wel een soort feest van herkenning. Niet dat ik het zelf ook zo mooi op kan schrijven, maar wel veel punten die ik vaak mis in het missionaire gesprek, maar ook sowieso in de spreken over het geloof vandaag onder ons, die vond ik daar terug. Nou, deze man, die is dus theoloog en priester in een land wat een van de meest atheïstische landen van Europa is, Tsjechië. Hij is dus echt een geleerde, filosoof, maar hij heeft zich ook op een gegeven moment tot priester laten wijden. En het was ook in die tijd van het communisme. Een hele bewuste geloofsdaad geweest. Ja, het genre van het boek is vrij uniek, tenminste. Niet als je dat wereldwijd bekijkt, want in de Anglo-Saxische wereld bijvoorbeeld doen ze dat ook vaker. Dat ze theologie verbinden met persoonlijke, biografische dingen. En ook anekdotische zaken uit het leven van elke dag, uit de literatuur. Bijbelse theologie, systematische theologie. Alles wat verbinden met elkaar, zodat het eigenlijk een soort roman lijkt. En dat geeft ook een soort genre waardoor zo'n boek voor heel veel meer mensen toegankelijk is dan alleen voor theologen. En echte theologen zullen het nooit oppervlakkig vinden. En mensen die graag niet al te diep gaan, zullen als het ware geleidelijk zo in wat diepgang meegenomen worden. Zonder dat het opvalt, omdat het gewoon heel vertellend en persoonlijk gebracht is. Iedere gelovige heeft ook een kant in zich dat hij het helemaal niet zo vanzelfsprekend vindt om te geloven. En die is die geneigd wat weg te schuiven meestal. Maar hij pleit er juist voor van haal het nu maar eens naar voren. Laat je solidariteit ook zien met die mensen, met andere mensen. Tegenstelling tussen gelovigen en ongelovigen is niet dat de een iets heeft en de ander niet iets heeft, maar dat de een zich toch laat raken door een werkelijkheid waarvan de ander zegt dat pak ik niet. Halik is echt een voorbeeld van paradoxale theologie, dus niet de dingen kloppen allemaal, maar ze zijn zo tegenstrijdig en in die tegenstrijdigheid moet je het uit kunnen houden. En daarin staat hij dus in de traditie van mystieke geesten. Dan heeft hij dan over Thérèse van Lisieux, wat een mystieke vrouw is die de meest rijke ervaringen met God had. En die dan op de sterfbed in een totale vertwijfeling komt. En ook zo is gestorven. Van dat ze niet meer geloofde dat God er was. En dat toen al, en na haar dood zeker, mensen geprobeerd hebben dat te deleten. Maar ja, maar dat kan natuurlijk niet, hè. Thérèse de Lisieux, nee, dat is een heilige. En een heilige kan nooit zo sterven van dat ze alles kwijt is. Maar hij zegt, het was wel zo. En hij zegt, in haar heiligheid en haar ongelooflijke ervaringen van de nabijheid van God, heeft ze ons veel nagelaten. Maar in haar ervaring van de totale afwezigheid van God, heeft ze ons misschien nog meer nagelaten. Namelijk dat ook dat werkelijk kan behoren tot het leven van iemand die gelooft. Maar wij zijn zo geneigd om dat wat niet klopt weg te toucheren. Liever niet over hebben. En met zo'n boek als van Halik kun je gewoon alles wat je verbijstert naar je toe halen. Zonder dat je omkomt in een moeras. Dan vond ik dus ook het hele sterke dat hij zo over de sterfbed van Thérèse van Lisieux, dat heb ik ook nog nooit zo gelezen. De neiging is natuurlijk veel meer dan bij zo'n sterfbed van zo'n heilige te zeggen, ja, helaas, nog een paar moeilijke aanvechtingen van de duivel, maar ze was toch een hele gelovige. Maar dat je dat gewoon zo in zijn verbijstering ook durft te laten staan. Dat je alles kwijt kunt raken. En dat je dan misschien ook juist heel dicht bij Jezus bent. Aan het kruis, mijn God, waar hebben we het van mij verlaten? En niet mooier gaat maken. Ik vind het wel heel, ja. Overal waar je op de bodem terechtkomt, kun je dit boek gaan zitten lezen.